basisprincipe van karate zijn eigenlijk scoren. Je wil proberen zoveel mogelijk punten te maken en zo min mogelijk punten tegen te krijgen. Als je 8 punten verschil hebt, dan win je automatisch de wedstrijd. Je krijgt 1 punt voor een stoot naar het hoofd, 1 punt voor een stoot naar het lichaam en 3 punten voor een trap naar het hoofd. Hardlopen is de basis van alle sporten en de basis van een goede conditie. Het zorgt ervoor dat je een goede conditie hebt, wat natuurlijk erg belangrijk is tijdens de wedstrijden. Als je geen conditie meer hebt, dan kan je ook niet meer je aanvallen goed uitvoeren. En dan kan het zo zijn dat je wordt geraakt, niet meer goed oplet en dan voordat je het weet heb je je wedstrijd eigenlijk verloren. Hoe beter je basisconditie is, hoe sneller je herstelt. Dus de meer kan je van die explosies maken qua aanvallen en dus meer momenten kan creëren om te scoren. Als ik hardlooptraining heb, dan moeten we eerst 3 rondjes inrennen. Als we daarmee klaar zijn, dan moeten we 10 keer een berg op en neer rennen. Het belangrijkste wat ze heeft is de wil om het te willen doen. Ze wil zo graag. Daar is ze enorm gedisciplineerd in. Ja, dat is fantastisch om als trainer ermee te werken. Talentboek is een site voor jonge topsporters om sponsoren te werven en hun doelen na te streven. Zelf sta ik ook ingeschreven op Talentboek. Mijn doel is om naar de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires te gaan in oktober 2018. Er gaat heel veel geld in om voor ouders, voor de club. En daarom is het denk ik heel fijn dat er toch nog fondsen zijn, waaronder het talentboek, dat op die manier ondersteuning kan bieden. Want het is anders gewoon niet te doen in Nederland. Doe mee aan Beat the Run op 12 juni. Zo help je jonge topsporters hun dromen waar te maken. Wil je mij ondersteunen? Ga dan naar mijn talentboekpagina en doneer, zodat ik naar de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires kan. Walk without living, you never know.